Het mentale aspect. Ja, dat vergeten we ook niet. Okay. Maar schoonheid van buiten naar binnen, dat is waarvoor ik vandaag zit met Angela hier, om daar wat meer uitleg over te geven. Ja. En dat maakt heel bijzonder, want wij werken met zogenaamde cosmeceuticals. En dat zijn. Nou, dat zijn producten die tussen cosmetica en farmaceutica inzitten. Ja. En wat die producten zo bijzonder maakt, is dat we altijd denken vanuit vier belangrijke pijlers. Zo'n product moet voldoende antioxidanten bevatten, zoals vitamine C. Het moet stoffen bevatten die de huid peelen, waardoor er producten opgenomen kunnen worden, zoals fruitzuren. Ja. Het moet ook huidregulerende stoffen bevatten, zoals vitamine A. En tot slot reparerende stoffen zoals peptiden. En alles al die dingen zitten allemaal in een crème? Kan dat allemaal in een crème? Nee, in een crème kan dat niet. Dat is nou net het verschil met cosmetica eigenlijk. Ja. Want als je dan bijvoorbeeld ziet hoe we dat kunnen verpakken, is in ampullen. Ja. En zo'n ampul die staat er dus toe om zo'n product echt effectief te maken. Dus een ampul bestaat voor één behandeling? Ja. Eén, dit kun je bijvoorbeeld in plaats van een nachtcrème gebruiken. Ik zal het eens bij je opdoen. Okay. Je haalt dat gewoon uit het product, giet je het op de huid. Je masseert het in. En dat is bijvoorbeeld een vervanging voor een nachtproduct. Oh, okay. Maar dit heeft een hele hoge concentratie vitamine A. Ja. In een crème kun je dat absoluut niet verwerken, want het is instabiel. En in ampullen kun je dat dus wel verwerken. Oh, dat is goed. Okay. En dat maakt het eigenlijk de hele lijn, of alle producten die wij ontwikkelen, anders dan gewoon cosmetica. Ja. Dus je kunt echt een stap verder gaan dan wat de meeste mensen denken. Onlangs hadden jullie in Tuschinski toch een lancering van de beautyproducten. Ja. Dat klopt. For Me was daarbij. Zullen we even kijken? Prima. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Dat was een hele leuke middag, denk ik. Het was een fantastische middag. Ja, ja. Mooie lancering met Mickey erbij. Ja. En natuurlijk de foundation die we hebben gelanceerd, waar zij het straks nog over gaat. Ja, want Mickey komt straks nog even verder praten. Ja. Ja. Nou, vertel, is dit alleen maar in salons te verkrijgen? Want ik ben natuurlijk nu wel best geïnteresseerd geworden. Ja. Nou ja, omdat de producten zo krachtig zijn, verkopen we ze niet gewoon, laten we zeggen, uit het schap in een drogist. Dus we hebben een hele selectieve distributie via de Betere Schoonheidsinstituten inderdaad. En daar kunnen de mensen ook de behandelingen ondergaan die met dit soort producten gepaard gaan. Okay. En dan zullen ze eigenlijk kunnen zien dat, dat ondanks als ze niet kiezen voor de botox of voor de chirurgische ingreep, dat er een hele stap meer kan dan hetgeen wat ze nu misschien doen met hun gewone dagcremes. Ja, nou, daar ben ik erg voor, kan ik zeggen. En vroeger nog mee beginnen, denk ik, of niet? Vroeger nog mee beginnen. Preventie is eigenlijk alles. Ja. De meeste mensen komen natuurlijk pas als ze al de rimpels hebben en de huidveroudering al hebben. Ja. Ja, maar we zeggen eigenlijk, begin gewoon rond je 20ste. Ja. En te laat. Dan kun je het allemaal bij. Dat zeg ik al. Dan kan het al beginnen, Dankjewel. Okay, dankjewel. En houden jullie een beetje van lekker eten? Ik wel. Tuurlijk. Ja? Alles. Belangrijk, hè? De afgelopen maanden was ze eigenlijk bijna wekelijks in het nieuws. Daarin stond vooral haar liefdesleven centraal. Maar over Mickey is natuurlijk veel meer te melden. Absoluut. Ze werkt niet alleen hard aan haar productiebedrijf. Ze is ook model, actrice en presentatrice. En vandaag is ze bij ons als ambassadrice van het bedrijf March. Van March. Sorry. Precies, van March. Welkom. Dank je. Ja. Leuk dat je er bent, Mickey. Ja. Vertel, ik wil eerst even weten, hoe gaat het met je? Want de afgelopen tijd heb je heel veel in de publiciteit gestaan. Niet altijd even leuk, lijkt me. Nee, het was een vrij zware tijd, vooral omdat ik mijn moeder ben verloren. Ja. Ja. Maar zij bracht me daardoor ook wel weer op aarde en liet me zien wat echt belangrijk is. En alle pers en het hele circus kon ik daardoor een beetje aan de zijkant zetten. Maar het gaat oké, dankjewel. Je bent het gezicht van het bedrijf van March. Wat maakt deze producten dan zo speciaal voor jou? Waarom ben jij nou het gezicht hiervan? Nou, het leuke is, Pascal gaat over een natuurlijke manier van ouder worden. En als actrice ben je natuurlijk best wel bezig met je uiterlijk. Dat weten jullie ook, hè, als presentatoren. Maar de stap naar botox, een plastisch chirurg en dat soort dingen, dat vind ik niet mooi. Je verliest je karakter, je expressie. Dus ben ik op zoek gegaan naar een merk dat mij kon helpen op een natuurlijke manier heel oud te worden. Dat mag je, precies, want het is allemaal anti-aging, zeggen ze. Ja. Maar we willen natuurlijk allemaal heel graag oud te worden, maar wel op een mooie, verzorgde manier. Ja. En haar filosofie, die dekte precies de lading die ik zocht. Ja. En ik ben nu ongeveer anderhalf jaar met ze bezig, met producten en behandelingen. En ik ben heel tevreden, want ik behoud mijn expressie en het is een stralende huid die je ervan krijgt. Mm-hmm. En dat was de bedoeling. En je bent ook het gezicht in de nieuwe commercial en daar gaan we even naar kijken. Oh, leuk. Ja. It's time. It's time to restore the power of nature. Het
wel leuk om even te melden. De commercial is nu al 11.000 keer bekeken op YouTube. Oh, echt? Ja, maar volgens mij voornamelijk omdat ik zei, iemand zei dat ik naakt te zien was. Oh. Nee, dat kan iedereen. Nou ja, nu gaat hij echt nog een keer. Nu wordt het 22.000. Maar goed, even terug. Je bent niet alleen het gezicht van, maar je zet je ook in voor de foundation van, hè, van dit bedrijf. Ja, ik ben ambassadrice geworden van de Pascal Foundation, Saving Grace. Wij richten ons op kinderen en mensen die uiterlijk geschaad zijn. En dan gaat het voornamelijk over de minderbedeelden, mensen in derde wereldlanden, maar ook in Nederland en België voor vrouwen die net kanker hebben overwonnen, wiens huid iets nodig heeft. Mm-hmm. De foto die je nu ziet, dat is een project dat we willen steunen voor Interpost. En zij sturen belangeloos plastischchirurgen naar de derde wereldlanden om deze kinderen te helpen. Ja. Het staat natuurlijk als laatste op het lijstje van wat je wil doen aan ontwikkelingshulp. Hè. Mm-hmm. Eerst heb je medicijnen, voedsel, water, dat soort dingen. Ja. Maar deze kinderen worden binnen hun gemeenschap gezien als monsters. Die worden door hun ouders verstopt. Ze mogen niet naar school. Geen acceptatie. En hebben daardoor ook geen kans op een baan. Nee. Dus ze zijn meteen afgeschreven. En als je ziet wat deze arts voor deze kinderen doet. Hij zegt zelf heel mooi, ik geef een glimlach terug aan de kinderen voor de rest van hun leven. En ja, ze zijn zeer dankbaar dat er iets kan gebeuren. Ja, wat goed zeg. Ja. En daar willen we zoveel mogelijk aandacht voor vragen. En als je voor een bedrijf werkt wat praat over uiterlijke schoonheid, dan zegt Marge altijd, als het lampje van binnen niet brandt, kun je ook niet stralen. En dat geldt bij mij net zo. En door dit te doen, voel ik me wel stralender. Ja, ja. Dankjewel voor je duidelijke uitleg. Graag gedaan. Absoluut. Ja. En wil je nou meer weten over de foundation, kijk dan even op onze website rtl.nl/formule.